Zo, Gideon en Catherine. Ik mag jullie kort introduceren als, eigenlijk als vrienden van dit huis. Amen. Als broer en zus. Als mensen in de bediening. Mensen Gods. Die een woord van God te delen hebben vanmorgen. En ik wil jullie daarvoor bedanken. En ik wil jullie zegenen vanmorgen met het brengen van het woord. Het levende woord van God, wat levend en krachtig is. Amen. 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 En Jezus, dank u wel dat u vanmorgen spreekt. Dat u leeft. U bent koning. U regeert. En dank u wel dat u mensen geeft. Die die woorden van u kunnen vertalen naar levende woorden hier op aarde. En daartoe zegenen we jullie, Gideon en Catherine. Spreek het woord van God. Feel free to speak up. En don't hold back. In Jezus' naam. Amen. Gevaarlijk. So use that one. Zeg het eerst. Bedankt. Oh, geweldig. Heel geweldig. Ik dacht, nou, jullie hebben zoveel ruimte hier. Maar er waren maar een paar hier. Ik wel. En nog een paar ander. Maar ik vond het heerlijk hier te aanbidden. Come on. Ja. Maar Raphaël Amersfoort, wat zijn jullie gegroeid? Ik voel het. Ik voel het in de geest. Ik voel dat jullie zijn gegroeid in liefde. Gegroeid in vrijheid. Gegroeid in diepte. Ik voel het. Ik ervaar dat. En wat een voorrecht en vreugde hier bij jullie te zijn vanmorgen. Mijn excuus is als mijn Nederlands niet verstaanbaar is. Maar ik doe even wat. En Gideon heeft de afgelopen 2 weken niks anders als mij gecorrigeerd. En niet dat het mij zo beter is trouwens. Nou, ik praat misschien 1 keer in het jaar Nederlands. Dus, maar ik heb gedacht. Een gedachte. En ik wil het met jullie delen. En het is eigenlijk een tekst wat ik heb gekregen vanmorgen voor jullie. Vanuit Romeinen 11, 36. En het staat heel mooi bij in de Passie-vertaling in Engels. En we hebben net gezongen. Ja. Geweldig. Ik was helemaal encouraged. En het zegt in Engels. And because God is the source and sustainer of everything, omdat God de bron en onderhouder van alles is, everything finds fulfillment in Him. Alles vindt vervulling in Him. May all praise and honor be given to Him forever. Amen. Nederlands. Oh, Nederlands. Hoe bedoel je? Oh, hier. Zeg hier, zeg hier, lees het hier. Oh. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, ik voel dat jullie gegroeid zijn. En vanmorgen hebben wij geluisterd naar een preek. Het was mooi, hè? Een livestream van uit ons kerk. Op weg hier naar Amersfoort hebben we geluisterd naar onze preek, onze avonddienst. En hij ging over onze identiteit. En dat we niet mag zeggen dat we te groot zijn of te minder zijn. Maar we moeten eens zijn met wat God zegt van ons. Ja. En wow. Of we... Even uitlezen. Hij moet altijd meespelen. I'm just encouraging you. Maar ik dacht aan jullie hier. En ik heb het gevoel dat wat gaat hier gebeuren. Is dat als jullie doorgaan met de groei van liefde. En de groei van vrijheid. En de groei van uitreiking, dat er komt steeds meer mensen binnen van buitenland.
sorry, niet van buitenland, maar ook van buiten de kerk. Ja. Niet alleen buitenland. Nee, buiten maar ik heb het over buitenland. Oh, sprekers. Ik geloof sprekers. Van wat internationale mensen komt naar jullie gemeente toe. Amen. En dat heb je al een beetje, maar ik denk dat het gaat groeien. Maar de uitdaging voor jullie is echt sterk in je eigen identiteit. Je moet echt doorlopen in wat God zegt van jullie. En niet naar rechts of links kijken, maar echt naar de gezicht van God kijken. En dat beeld vasthouden. En als jullie dat doen... Ik geloof dat er hier gaat vele mensen van buitenaf en van binnen, Nederland, hier naartoe brengen. Want dit plaats, ik voel dat al, dit plaats is veilig. En er zijn niet zo veel veilige plaatsen. Zelfs niet, zijn kerken niet altijd veilig. Maar ik voel hier, dat is een veiligheid. Vertrouwdheid. Wat heel mooi is. En dat moet jullie ook waarderen. Het gaat ook door de leiders heen. Als jullie vertrouwde leiders hebben, dan krijg je dat gevoel van veiligheid. Want er zijn goede grenzen. Ja? Als je goede grenzen hebt, dan voel je wel veilig. En ik geloof in de komende periode dat er meer internationale mensen zo binnenkomen van andere landen en plaats hier thuis te voelen. Thuis te maken. De Heer te vinden. En in God te groeien. En het gun het jullie. Ja, maar ik wil jullie ook zegenen, want ik geloof dat er gebeurt hier iets heel bijzonders. En wat we hebben net gezongen, onze identiteit komt uit van dat plaats van God. Dat we blijven in dat plaats met God, hem te heiligen en te verheerlijken. Ja. En ik geloof volgend jaar, als we terugkomen, als we zijn weer welkom, dat de helft van de kerk is hier. Aan het aanbidden. In vrijheid. En liefde. En vreugde. En heerlijkheid. Amen. Niet dat het mag, maar ik zeg maar wel wat. Dus graag. Even staan. Ik geloof dat er zijn mensen hier. Oh, dat heeft een sterke roeping. Om mensen van andere landen te bereiken. Ook Nederlanders. Maar ook buitenlanders die binnenkomen. In Nederland. En ik wil voor jullie bidden. Mag ik in Engels? Okay. Jesus. Father, I thank you for this amazing church. I thank you for the love and for the joy and for the freedom that I see here. Father, I thank you for the purposes that you have for this church. And Lord, as they grasp hold of how amazing your love is and how amazing you think that they are. Lord, I believe that you're going to release people from this church who are going to reach out to the nations. Lord, your word says that every tongue, every tribe, every nation will be bowed down at the throne of God. And as we come this morning, we pray for a release of that. Lord, that takes us, that takes each one of us to go.
It takes each one of us to go to our family, to go to our neighbors, to go to those who are around us that we work with, that we study with. But Lord, I believe that you have a mandate for this church to reach out. And so, Lord, I ask for your blessing on this. I pray for your blessing over the leaders. I pray for your blessing over Sabron's foot. In Jesus' name, may it be healed. We release your healing power now. Amen. That will be miraculously healed, yes, very, very quickly. In Jesus' name, we declare that over him. And we declare your goodness over each one of these people here and those who are not here today. Thank you for this amazing fellowship and for the wonderful blessing it is to be here amongst them. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Wauw. Dus ik heb helemaal geen excuus, hè, als Nederlander. Mag ik 1 keer per jaar in Nederland spreken? 1 keer. Tenzij ik langer naar Nederland kom, dan kan ik een andere plaats ook preken. Maar ik kom maar 2 weken per jaar, want we kunnen onze kerk nog niet te lang verlaten. Vorig jaar hadden we 3 maanden waren we weg geweest. En het was een beetje te lang. Maar ik wil je danken, Jannie en Richard, die jammer genoeg hier niet kan zijn. En de andere leiders, Martin en Wieber. En het is heerlijk om hier te zijn. En ik heb met Catherine niet gesproken van tevoren wat zij aan jullie wilde zeggen. Over een woord van God, wat ze net gedaan heeft. En het gekke is, toen dat lied naar voren kwam, ik weet niet precies wat, maar het stond van dat in Romeinen 11, ze zegt, hey, ik heb dat ook. En ik zeg, ja, ik ook. En dat wist ze helemaal niet. Dus we zijn samen wel in de geest, maar ik moest wel even een traantje. Ik heb helemaal gelijk, Kevin. Ik kom met een woord vanmorgen, wij komen met een woord, maar mijn woord, wat ik voel voor deze kerk, is precies wat Catherine zei, wat zij al voelde. En nogmaals, we hebben niet met elkaar gesproken hierover. Ik zeg, Catherine, zeg maar wat je wil zeggen. Ga gewoon in de Heer. Ik doe het ook. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. Nou, Bibel, jij zegt net dat wij gewoon ons thuis mogen voelen. Home. Ik zeg, dat is gevaarlijk. Maar dat doen we samen. Nou, en ik voel dat ook. Buitenland, mensen. Ik wil dat later gaan zeggen, maar ik zeg het nu. Want ik voel hetzelfde namelijk. Ik voel dat God... Kijk, ik had een beeld. Ik vroeg aan God een paar maanden geleden. Wat is nou een beeld voor deze gemeente? En toen zag ik deze gemeente in vuur en vlam. Ik zag vuur en vlam buiten boven uitkomen. Ik zeg, Heer, wat is dit? Ik zeg, hetzelfde als de Notre Dame. Toen die in vuur en vlam opging. En al die wolken en al dat vuur. Zo ga ik dat niet in natuurlijke doen. Dit ding gaat niet branden. Maar hij gaat wel branden in de geest, weet je wel? En ik zeg, Heer, wat gaat u doen in deze plaats? En hij zegt, I'm going to make such a powerful place of revival, opwekking. Vanmorgen wil ik praten over gebed. Ik wist niet precies hoe ik het moest zeggen, maar het is eigenlijk een beetje een vision talk. Het is eigenlijk een beetje een uitdaging aan jullie, zoals Catherine ook al gedaan heeft. Een uitdaging dat God wil opwekking. God wil een beweging. God wil buitenlanders hier binnenbrengen. God wil niet dat alles safe is. God wil ons... Kijk... Weet je, wij als kerk, wij zijn het Harmony Church en ik ben jullie de groeten van Harmony Church. We zijn nu 10 jaar bezig en een heerlijke, heerlijke, heerlijke tijd van groei, vooral de laatste 2 jaar. En dit jaar, we hebben nog 2, een morgendienst, avonddienst. We gaan heel gauw naar 2 morgendiensten en ook een avonddienst, misschien zelfs 2 avonddiensten. Maar de Heer doet allemaal dingen, maar ik wil je zeggen hoe hij dat gedaan heeft. En we weten waarom hij dat wil, want het is zijn visie om mensen te bereiken. Maar weet je, dit is niet in mijn notes nou. En het is niet wat ik dit woord, het is een ander wat hiermee te maken heeft. Zijn wij open voor de verlorenen? Zullen wij ruimte maken voor verloren mensen? Kijk, we zijn heel erg fijn in de dienst en vanmorgen is heel erg fijn en alles gaat tamelijk goed. Maar als hier iemand zou binnenlopen die verloren is, die God niet kent, die de christelijkheid niet kent, zou hij of zij zich safe voelen hier? Niet alleen safe voelen, zou het gewoon helemaal wauw voelen. Dat is een uitdaging voor jullie leiders. Wij zijn daar doorheen gegaan de laatste paar jaar. En wij zeggen, Heer, wat kunnen wij doen? Want we zijn een beetje in-house. We zijn een beetje ons. Voor onze gezin, voor onze familie als gezin. Hoe kunnen wij een plaats creëren waar we niet alleen Gods glorie kunnen zien voor ons, maar waar mensen binnenstromen, want ze kunnen niet wachten om binnen te komen. Hey, ik heb gehoord van die Rafael-gemeente... Christen, niet christenen. Wauw! Wat daar gebeurt is ongelooflijk.
En wat er dan gaat gebeuren, en dat is nu aan het gebeuren in onze gemeente, dan gaan mensen meenemen. Vanmorgen was in onze kerk, was er iemand gekomen, het is winter, middenwinter, en die was zo aangeraakt door Gods geest, en die werd een christen, en die is gelijk gedoopt in de zee. Het is ontzettend koud in de zee. Weet je wel? Maar die gaat gelijk gedoopt worden in de zee. We zien een stroom van mensen die gaan komen, maar wij hebben wel een paar dingen veranderd. Vanaf het podium ook. Hoe gaan wij om met mensen? Hoe gaan wij mensen bereiken? Heel mooi wat Sybrand doet. Ik bedoel, geweldig wat hij doet op de straten. Maar op een gegeven moment moeten we ook wel een plaats creëren waar ze ook binnen kunnen komen en binnen mogen komen en het gaaf vinden. Oké, dat was niet in mijn notes, maar ik wil alleen maar even zeggen, want wij zijn doorheen geweest laatst en nu komen ze binnen. Meer en meer komen ze binnen. Want wij creëren gave muziek. We nemen gezongen van een beetje christelijke woorden uit onze mond. En we zijn bezig om dingen te creëren. We hebben altijd testimonies. Elke morgen hebben we testimonies hier. Altijd hebben we woord van de Heer. Altijd hebben we mensen die ervoor komen voor. Dus niet dat de Heilige Geest eruit nemen, juist er meer innemen. Alleen we zijn heel voorzichtig hoe we praten. En wat we zeggen. En hoe wij spelen. Ik vind trouwens de drums, ik ben een drummer. Ik mag dat veel harder voor mij. Nou. Dat is niet jouw probleem hoor. Waarschijnlijk zegt Richard, dat mag helemaal niet. Misschien is dat het probleem. Jongen, als ik drum, en ik drum nog steeds, we hebben zo'n 5 drummers, maar ik ben ook een goede drummer. En Catherine en ik zijn altijd zo begonnen met drummen, weet je. En zij speelde gitaar, piano. En weet je dat wij een van de eerste EO jongerendagen hebben mogen leiden? Catherine leidde aan binnen, ik drumde, mijn broer speelde gitaar. Heel lang geleden. Maar er waren toen al 20.000 man, weet je wel. En toen waren we naar Nieuw-Zeeland gegaan, toen gingen we nog een keer terug. De volgende keer betaalden ze ons weer terug te komen, hebben we weer de jongerendag gedaan. Maar ik hou van een beetje kwaliteit, een beetje oomf, een beetje power, een beetje gaaf, weet je wel. Hoeft niet zo stil hoor. Hoeft niet zo stil. Maar dat is meer mijn persoonlijke. Anyway. Dus wij, dit jaar hebben wij als thema gehad in onze kerk het gevestigd zijn. Gevestigd zijn. Being established. En wij willen ons gevestigd zien worden in onze relatie met Jezus, onze relatie met God, onze relatie met elkaar. We zijn nu de laatste term, we gaan 4 termen per jaar. Wat zeg ik hier? Zeg ik pier? Wat? Seizoenen, ja, zo zit seizoenen. Deze zijn we bezig met Danny Silk. Misschien ken je wel van Bethel Church. Danny Silk met Keeping Your Love On. En iedereen, alle life groups, alle cell groups, alle mensen, iedereen gaat door die hele relationele dingen heen. En dan gaan we 10 weken lang zijn we daarmee bezig. We willen namelijk established worden, gevestigd worden in onze relatie samen. Heel belangrijk. Maar ook gevestigd worden in onze relatie met de wereld. Hoe gaan we met de wereld om? Soms antwoorden wij vragen die ze niet eens stellen. Hoe kunnen wij nog gaan denken van hoe kunnen wij de mensen bereiken? Want dat wil God. Jezus kwam om de verlorenen te redden. Amen. Jullie zijn al gered, tenminste de meeste van jullie neem ik aan. Amen. Als het niet zo bent, dan kun je vandaag gered worden. Maar toch is het zo? Hoe kunnen wij established worden, gevestigd worden in ons leven? En het belangrijkste, in gevestigd worden in de liefde, gevestigd worden in het woord van God, gevestigd worden in gebed, gevestigd worden in aanbidding, gevestigd worden in onze relaties, gevestigd worden in allemaal mooie muziek. Allerlei dingen, weet je wel. Maar de meest belangrijke, en daarom noem ik het vandaag de kracht van gebed, het meest belangrijke is onze relatie met God. Onze relatie met Jezus. Ik had trouwens een hele leuke joke, maar ik denk van, het is veel te heilig hier om die joke te doen. Oké, een groep mannen zit op een sportschool. Als er een mobieltje overgaat, een van de mannen antwoordt, ja. Hey schatje, ben jij dat? Hij kan nauwelijks horen, zegt hij, hallo, ben je op de sportschool? Ja. Hey, ik sta in die modezaak en ze hebben hier een prachtige bondmantel. Kan ik die kopen? Hoeveel is het, zegt hij. Ongeveer 5.000 euro. Oké, maar koop ook een bijpassend tasje, schatje. Zegt ze, hey, ik ben ook nog even langs de autodealer geweest en ze hebben daar een gloednieuwe BMW in de aanbieding. Het is de laatste. Hij zegt, hoeveel kost die? Slechts 60.000 euro. Goed, koop het maar wel het model met alle accessoires en als het iets meer kost, dan word ik niet boos. De vrouw, die zich realiseert dat haar man alle verzoeken van haar goedkeurt, besloot een risico te nemen. Schatje, weet je nog dat ik heb verteld dat mijn moeder bij ons wil komen wonen?
is het goed als ik haar een maand lang uitnodig, gewoon om het uit te proberen en na die maand kunnen we er even over praten. Oké, prima, schatje, prima, maar vraag me niets anders, oké? Ja, hey, ik hou zoveel van je, schatje, ik hou ook van jou, doei. Zodra hij ophangt, draait de man zich om en kijkt naar de groep. Van wie is dit mobieltje, alstublieft? Alles komt van God. Al het waardevolle komt van God. Daarom is onze relatie met Jezus zo belangrijk. Al het goede komt van hem, al het leven komt van hem, alle liefde komt van hem, alle vrede komt van hem, alle blijdschap komt van hem. Alles komt van God. En daarom is het zo belangrijk, en daarom had ik gezegd al in Romeinen 11, daarom is wat alles is uit hem en door hem en voor hem en tot hem. Tot hem is alle heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het is allemaal Jezus. It is all Jesus. Zeg even tegen je naast, het is allemaal Jezus. Het is allemaal Jezus. Hij is het begin, hij is het einde, hij is die alfa, hij is die omega. Hij was en is en zal komen gaan. En daarom is onze relatie met hem zo ontzettend belangrijk. En daarom is jouw gebedsleven zo enorm belangrijk. Want zo heb je relatie met hem, right? Het moet nummer 1 staan in jouw leven. Gevestigd zijn in jouw relatie met God. Het moet jouw prioriteit zijn. Jouw prioriteit zijn. Amen? Amen. Heel belangrijk. En je moet het bewaken. Je wordt zo gauw afgeleid. We worden allemaal zo gauw afgeleid. Als we gaan bidden, als we gaan, we gaan tijd met de Heer besteden en gelijk gaat het telefoontje of wat voor allemaal dingen gaan gebeuren. Ik ben zo druk vandaag, weet je wel. Het is het eerste wat gaat, maar het is de meest belangrijke in je leven. En dit zal je helpen om Gods wil voor jouw leven te volgen en vruchtbaar te worden. En welvarend te worden, prosperous te worden. Dat staat in de Bijbel trouwens. Psalm 1 van de Passion Translation, dat heb ik even voor jullie vertaald. Wat een vreugde, we kennen hem goed. Wie is het ook weer? Brian. En ja, precies, weet je wel. Hij is mijn vriend. Weet je dat ook wel eens soms? Hij is een goede vriend van mij. Hoe is het ook weer? Ja, precies. Wat een vreugde komt hen toe die Gods wegen volgen. Hun plezier en passie is het trouw blijven aan het woord van de I am, de ik ben. Dag en nacht mediteren ze op de ware openbaring van het licht. Ze zullen stevig staan als een bloemende boom, geplant volgens Gods ontwerp, diep geworteld door de beker van gelukzaligheid, zullen zij vrucht dragen in elk seizoen van hun leven. Look at this, ze zijn nooit droog, nooit verwelkt, heb ik zo vertaald, altijd gezegend en altijd welvarend. Dat is de Bijbel. En in Engels, dat je het echt in het Engels weet. They'll be standing firm like a flourishing tree planted by God's design. Je bent door God ontworpen. Mooi, hè? Deeply rooted by the brooks of bliss, bearing fruit in every season of his life. They are never dry, never fainting, ever blessed, ever prosperous. Geweldig, toch? Als jij een leven, een rijk leven met God hebt, dan ben je nooit droog. Dan ben je nooit verwelkt. Dan ben je altijd gezegend en altijd welvarend. Gods wegen en Gods woord zijn zo belangrijk. Zijn wegen, zijn principles, zijn wegen. Wat wil hij met ons leven? Maar ook zijn woord, zoals Maarten al aangaf. Het woord van God is zo belangrijk in ons leven. We moeten het bewaren, we moeten het lezen. Dag en nacht, mediteren staat hier. Een levensstijl, een prioriteit. Weet je, Jezus zegt dat het geheim van vruchtbaarheid in hem zit. Het zit in hem. Dat zullen we zien in Johannes 15. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie aan mij verbonden blijft, zoals ik aan hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunnen jullie niks doen. Echte eeuwige waarde kunnen wij niet veel doen zonder Jezus, zonder de Heilige Geest en de Vader in ons leven. Right? Amen? Hij wil dat wij vrucht dragen, vruchtbare levens hebben. Er is zoveel wat God in en door jouw leven wil doen. Er zijn zoveel hangende of rijpe vruchten. Het is klaar om geoogst
te worden. Dit is mijn verhaal. Wat is jouw verwachting voor Amersfoort? Wat is jouw verwachting, jullie verwachting, ons verwachting voor Amersfoort en Nederland? Want God wil Amersfoort bereiken. Amen. Elk mens in Amersfoort bereiken. God werkt krachtig over de hele wereld. En ik zal een paar voorbeelden noemen. Geweldig, jongen. We waren een paar weken geleden nog at the Hillsong Conference in Sydney met 35.000 man in één ding. En dan ga je dan de Heer aanbidden, zoals een beetje Ajax Stadion. Ik weet niet hoe groot het is, misschien nog wel groter. Maar dan ga je samen beginnen. Weet je, dit soort nummers zingen, die laatste, weet je wel. Zo heerlijk, jong. Maar er gebeuren dingen over de hele wereld. We horen kerken die maar planten. Wij gaan ook in onze gemeente, voor het eerst nu, na 10 jaar, gaan wij andere dingen planten. Mensen gaan planten, gaan uitreiken naar de samenleving. Want hoe meer kerken we hebben, hoe meer gemeentes we hebben, hoe meer mensen wij kunnen bereiken. Amen? Weet je, ik zat even te kijken vanmorgen. Nou, ik kan het niet nu doen, want het is niet live. Ik heb, Kevin is wel live, ik heb geen live. Maar ik zag even vanmorgen te kijken naar hoeveel mensen er op deze wereld aardbol leven. En deze morgen, heb ik even gekeken, was dat 7.725.770.829 personen. Maar als je erheen gaat naar die wereld, het heet de World Odometer, dan zie je het gewoon tik, 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 tik. Gaat zo door. De hele tijd. Meer en meer mensen, joh. Dat gaat maar door. Echt waar. Er zijn, er leven nu meer mensen op de aardbol dan in alle andere generaties samen. Er moeten meer mensen bereikt worden dan alle andere generaties samen. Erg fijn hoe we zo met elkaar zitten hier. Erg fijn. Maar er is zoveel meer wat God wil doen. Misschien zoals Catherine zegt, we voelen het, hè? We voelen de kracht, we voelen de anointing, we voelen de Heilige Geest. Ik voel het, ik ging huilen, heb ik nog niet gehad hier. Ik ging net huilen. Voor mij betekent dat dat ik overweldigd ben door de Heilige Geest, de Holy Spirit. En er is iets in dingen, het is de vuur van God. Is hier al nu, maar er gaat meer komen. Want je gaat meer vuur en er gaat bovenuit komen. En dan komt de brandweer. Is zo. 120 jaar geleden met de Azusa Street Revival in Amerika was het allemaal de brand. Die brandweer kwam. Ze zei, het is allemaal vuur. Hier is het vuur. Maar er was helemaal geen vuur. Het was de vuur van de Heilige Geest. Hij wil het vuur van God door jullie hier zo hoog in de hemel dat mensen gaan kijken. Hé, hey, we gaan Raphaël. Daar steekt vuur uit. Maar er brandt helemaal niks. God wil dat wij een impact gaan doen in deze samenleving. Vooral waar jullie wonen hier in Amersfoort, wij in Christchurch. En we hebben die focus ook in ons leven meer en meer gedaan. En we hebben zoveel mensen tot geloof zien komen. Zijband doet het geweldig op de straat. We hebben ook allemaal mensen die op de straat gaan de hele tijd. Maar ook mensen die ook een veilige plaats mensen kunnen uitnodigen. Vele mensen die ook iedereen, we zijn iedereen aan het trainen als je een dokter bent of een nurse of een accountant of business, maar whatever you are. Om daar uit te reiken naar je vrienden. Met de boodschappen niet bang ben. Nou ja, Zijband is natuurlijk de persoon om ons de les te geven en om ons te helpen. Maar we zien de mensen komen. We zien mensen tot geloof komen waar ze werken. We zien mensen tot geloof komen op de straat. Maar we zien ook heel veel mensen tot geloof komen in elke dienst die we hebben. Nou, zagen we niet trouwens. Want de eerste 8 jaar zagen we dat helemaal niet. Elke dienst nu komen mensen tot geloof. Maar omdat we een beetje die focus nou doen. Nou, die focus is wel heel fijn en dat moet ook, maar het wordt aangestookt ergens door. Nou, die aansteek en die aanstook, dat is niet goed. Aansteek, aangestoken, whatever. Is de Heilige Geest, is aanbidding, is gebed. Ik vind het zo mooi dat jullie op 30 augustus gaan jullie bidden. Een van de beste dingen die we gedaan hebben dit jaar, is we begonnen dit jaar, eind januari, het begin van het jaar, weet je, in de zin van ons, het begin van ons seizoen. Nu hebben jullie seizoen nu, maar wij hebben het begin van het jaar en begin van het seizoen begint bij ons in februari, dus bij jullie september, zeg maar. Anyway, dus hebben we 21 dagen van gebed en vasten en aanbidding gedaan. En we hebben daarna, 21 dagen, daarna hebben we zo'n mooie verandering gezien. In onze mensen, in ons hart, in de samenleving, in waar we wonen. We hebben gezien dat meer mensen tot geloof komen. Het is ongelooflijk geworden in ons leven en wij zijn daar zo blij mee.
En ik geloof, wij geloven dat het jullie tijd is hier. Maar het gebeurt niet zomaar. Het gebeurt niet zomaar. We lopen hier gewoon binnen en we lopen weer naar buiten en we doen helemaal niks. Sijbrand heeft elke weekend 20, 30, 40 mensen die tot ja tot Jezus zeggen. Omdat hij, zelfs met zijn schoen waarschijnlijk, gaat hij gewoon die straat op om mensen dat evangelie te verkondigen. Nou, niet iedereen kan dat en wil dat. Ik vind het trouwens ook niet zo makkelijk. Ik ging met hem mee. Ik was ontzettend embarrassing. En ik hou van preken. Ik vind 10.000 man geen probleem preken. Maar ik vind dat bij 1-1 vind ik veel moeilijker. Maar hij is er heel goed in. Maar het gaat erom dat hij het doet. Er is een intentionality. Er moet iets gebeuren. Het gaat niet automatisch. Right? En wij als kerk zijn hier achter gaan staan. En we zien de vruchten nu al in onze gemeente. 200 jaar geleden was de wereldbevolking maar 1 miljard mensen. In 1974, sinds 1974 is de wereldbevolking elke 12 jaar met 1 miljard toegenomen. Veel mensen. God wil jullie gebruiken, wil mij gebruiken, om mensen te bereiken. De oogst is klaar. Het is geen tijd voor het kleine denken. Het is geen tijd om even lekker rustig te zitten op je bootje hier in Giethoorn. Alhoewel wij dat deden, een paar dagen geleden, en was heel fijn voor vakantie, is dat goed. Je moet vakantie hebben, je moet genieten. Je gaat maar naar Mallorca, waar je ook heen gaat, heel goed. Maar als je thuis komt, er is werk aan de winkel. Niet alleen waar jij werkt, maar ook voor het evangelie. Hoe wij deze stad moeten bereiken met het evangelie. Come on, het is tijd voor beweging, tijd voor opwekking in ons leven, door ons leven heen. En we zien dat een gemeente die gaat bidden, een gemeente die zo heerlijk de lofprijs heeft zoals vanmorgen, dat ziet de glorie van God zien in ons leven, die gemeente die gaat prijzen, die gaat profiteren, die gaat declareren, die kerk zal een geweldige oplading zien, een geweldige opwekking zien. In ieder geval als de eentje heeft gezegd, zo is het. Weet je, als je in Amerika bent, ik was een keer in TD Jakes Church, dan staat iedereen staat al op de stoelen. Hè? Ik bedoel op hun stoelen, niet helemaal uit de bol. Passie. Maar ik kijk naar het voetbal ook, hè? Nederland, not bad. Gaat weer beter, hè? We zijn met de All Blacks, weet je wel, gaat ook wel beter. Ik weet dat jullie passie hebben. Ik heb passie. Ja, ik weet wel dat die mensen uit Brazilië lijken nog meer passie te hebben. Weet ik wel. Weet je, een beetje als de zuidelijk, weet je wel. Gaat een beetje meer, weet je. Misschien een beetje zo en zo. Gaat een beetje zo. Weet je wel? Noord-Holland, een beetje. Weet je niet. Weet je wel? Maar God heeft jouw leven gevuld met zijn leven. Amen. En zijn leven is vol. Amen. Met glorie, met liefde, met blijdschap, met alles. Zoals ik vorig jaar zei, die stroming hier, die umbilical cord, die, jij wil het vertalen? Die navelstreng, we hebben een natuurlijke navelstreng, die is dus afgeknipt, duidelijk, maar er zit nog een klein gaatje daar, weet je nog? Die ding, met je moeder toe vroeger, maar we hebben nu een navelstreng, wat in jouw geest is, die gelijk naar de hemel gaat. Daarom leven wij in hemelse gewesten. Het is niet ergens daarboven ergens, it's right here. Right here in your belly button, right here behind your belly, daar leeft de geest. Connectie met God. Is er. Soms zeg ik in onze kerk, weet je wel, soms is het heel erg, want als je de geest komt in je, en we zijn één met de geest, één zo samen, weet je wel. Maar soms denk ik soms, en daar gaat het een beetje ook al vanmorgen, soms denk ik dat Jezus zit, heeft me in jouw kamer, jij zit in jouw bed, en Jezus zit op het andere bed, je bent een bankbed, weet je wel. Je zit, en mensen, hij is er wel, maar heel veel mensen praten niet met hem. Er is geen relatie. En hij zit er maar. Hij wil een relatie met jou. Een diepe, krachtige relatie. Want hij is jouw kracht. Amen. Hij is jouw kracht. Ik wil dat mijn leven telt. Ik wil dat mijn leven vruchtbaar is. Ik wil de nasleep van mijn leven. Is dat goed Nederlands, nasleep? Nasleep van mijn leven, als je nou in een speedboot gaat en je ziet al die golven achter je. Wat is jouw leven als je terugkijkt? Wauw. Of nee, eigenlijk niet veel. Wat is achter jou? Wat voor mensen zijn er veranderd? Wat voor mensen zijn tot geloof gekomen? Hoeveel mensen heb jij genezen? Wat doe je met je leven? Ik wil dat mijn leven telt. Carpe diem, pluk de dag. We zijn nu
aan het leven. You and I leven. Met alle respect, Ben is dood. Bij God. Hij heeft zijn leven gerend. Maar wij zijn nu aan de beurt. En jonge mensen, jullie hebben heel, heel lang te leven nog. Ga ervoor. Ga ervoor. Maak jouw leven geweldig. Volgend jaar is de opwekking, komt de Awakening Europe komt hierheen. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Awakening Europe, wij waren met hun in Melbourne, Australië eerder dit jaar. Of vorig jaar, ik weet niet eens meer, ik ben zoveel overal heen. En een groot stadion, ik geloof de Ajax stadion gaan gebruiken, heb ik gehoord. En dan gaan ze dat doen, weet je, in juli volgend jaar. Ik kom al terug, jongen, van jullie, geweldig man. En dan gaan ze hier, dan gaan ze naar 20 steden, daarna gaan ze naar 20 steden toe. Evangelisatie, op de straten, met z'n allen bezig. En weet je wat ik mooi vind? Mensen zeggen, oh, het is wel een evenement, weet je wel, zo weer zo groot als Billy Graham. Nee, het is allemaal moeten we doen. Wat Zijbrand doet, wat jij doet met jouw vriend in de sportschool en waar je werkt, in die bank. Zo iedereen kan denken, hey, hoe kunnen... En dan God geeft jou de manier om te praten. Hij zegt, hij geeft ideeën, hij geeft je misschien visie, misschien een word of knowledge over zijn leven of wat dan ook. God wil ons gebruiken naar buiten te gaan. En soms kunnen zulke grote evenementen ons helpen, zelfs kerken helpen, om uit te zien naar waar we heen gaan. Met alle respect, jullie zijn gegroeid in de geest, maar niet erg gegroeid in nummers. Sorry, maar ik zie het. Waarom gaan we niet samen geloven? Dat gewoon alles gewoon, als wij volgend jaar misschien komen, bomvol zit hier. Niet alleen bomvol, dan ga je straks naar een tweede dienst. Wat? We gaan naar een avonddienst. Een beetje misschien wat jeugd, veel hardere drums. En gaaf. Ja, we waren er met Hillsong, jongen, en Young and Free, weet je wel, al die luisteren. Hard, jongen. Het is like zo hard, maar zo gaaf. Jongen, als je naar Philharmonisch Orkest gaat, weet je hoe hard dat is? Sommige oudere mensen zeggen, het is erg hard. Ga naar Philharmonisch Orkest. Keihard. Love it. We gaan verder. God wil Awakening in Europe, de callback. Dus wees ermee. Hopelijk kunnen jullie er volgend jaar mee bezig gaan met de Awakening in Europe. Het is zo belangrijk in ons leven. Efeesje, maar even kijken wat tijd. Hoe lang hebben we nog? Al half uur nog, hè? Hoe lang nog? Wie wil de opwekking? Oké, die mogen blijven, de rest kan naar huis. Nee, die mogen naar huis, want die anderen moeten eigenlijk horen wat ik gezegd heb. Blijf maar rustig zitten, want we zijn nog niet klaar. Efeze, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Dat zegt Paulus tegen Efeze. Wij zeggen het vandaag tegen Amersfoort. Naar wie alle geslacht in de hemelen en op aarde genoemd worden. Ik ga snel praten, omdat ik anders niet klaar kom. Opdat hij u geeft naar de rijke zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door geloof in uw hart woning maakte. Geworteld en gegrond in de liefde. Dat gaat even de vestiging daar. Zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn om te vatten hoe groot de breedte, lengte, diepte, hoogte van God is, zijn liefde te kennen, alle kennis omhoog gaat, te boven gaat, opdat hij vervuld wordt met alle kracht van God. Nou, hem die blijkt is de kracht, iedereen zegt kracht. 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 Nee, kracht. Ja, dat is beter. Kracht. Je kunt niet kracht. Ja. Nee, kracht. Welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zelfs wanneer we gaan bidden en we gaan dromen en we gaan beseffen, hij doet veel meer dan dat. Amen. Maar hij is wel een partnership God. Amen. Hij doet dingen samen met jou. Nou, hij doet wel dingen behind the scenes, hij doet wel dingen achter de schermen. Maar hij vindt het heel fijn als wij uitstappen met geloof. Want dan zegt hij, hey, dat vind ik heel leuk. Dan ga ik ook uitstappen met jouw geloof. Alleen, het probleem, mooie is dat wij 1%, hij 100%, of hij 1, hij 20.000. Hij multiplied alles. Hij vermenigvuldigt alle dingen. Dus daarom is het zo mooi. Als wij gaan bidden, als wij gaan denken, als wij gaan dromen, dan gaat hij, hey, ik vind dit leuk. Dan gaat hij ervoor. Amen. Dus we hoeven niet bang te zijn. Dat we denken, wat kunnen wij nou doen? Nee, je kunt heel veel doen. I am a child of God. Dat ben je inderdaad ook. Ga ervoor. Jij bent Jezus in deze wereld. Er is niemand anders. Wie is er nou? Kijk naar je buurvrouw. Zeg, oh, buurman. Zeg, jij bent het. Zeg even tegen elkaar. Jij bent het. Er is helemaal niemand anders. Weet je, ik zal je zeggen.
Als jij je knie gaat buigen voor de Heer. En wij gaan buigen in gebed. En we gaan God geloven voor dingen. Dan ga jij staan in je leven. Dan gaan wij staan als een gemeente. Dan ga je staan als een gelovige. Als een huwelijk in je leven. Maar als jij denkt dat jij het alleen kan. Ik kan het wel een beetje zo. Ik ben toch Nederlander, joh. Weet je wel? Tel je, als jij probeert op je eigen benen te staan. Heel snel. Zeg, God, ik kom toch op mijn knieën bij u. Lijkt mij verstandig als wij beginnen met onze knieën. Wij buigen ons voor hem. En zeggen, God, u geeft ons kracht. U geeft ons kracht. In Christus hadden we net een andere conferentie met twee mensen die de grootste kerk in Amerika hebben nu. Alle twee. Eén was Chris Hodges. En die andere was Craig Groeschel. Craig Groeschel heeft een kerk van 100.000 mensen. En Chris Hodges heeft 51.000. Maar het leuke van Chris Hodges is, wat ik zo mooi vind, het is de snelst groeiende kerk in Amerika, die kerk. Die kerk twee keer per jaar, in het begin en aan het eind, dus nu zeg maar, en in januari, februari, doen zij 21 dagen van gebed, prayer en fasting. Weet je hoeveel mensen in die morgendienst, gebedsdienst om 6:00 morgens komen? 18.000 mensen, dankjewel meneer. Zij geloven voor een ommekeer van Amerika. Hoeveel gaan wij geloven voor een ommekeer voor Nederland? Ik wou ik hier was op 30 augustus. Ik ben er niet, want dan zit ik weer in Nieuw-Zeeland. Maar ik hoop dat iedereen hier komt, vooral na mijn boodschap vanmorgen, dat iedereen komt naar de gebedsdienst. Wij doen een gebedsdienst elke maand. Hebben een gebedsdienst. Dat is helemaal niet genoeg hoor. Maar in ieder geval één keer per maand doen wij als hele fellowship samen. En dan één keer per jaar volgend jaar doen we het weer 21 dagen van. Want we hebben gewoon gezien wat er gebeurt in jouw leven. Als jij gaat vasten, als jij gaat bidden, als jij gaat... Er gebeurt iets in je leven. Er gebeurt iets in je leven. Dichter bij God. Er gebeurt gewoon dingen. Ik bedoel, je bent one in his spirit. Maar zoals ik al zei, we kunnen wel one zijn. Maar onze relatie, onze experience is heel erg soms heel ver weg van God. Dat voelen niet, weet je wel. Dat komt als je bidt. En als je hem zoekt en als je hem lief hebt, zonder geloof, is het moeilijk hem vreugde te geven. Maar met geloof, we gaan mee dingen zoeken. Ik ben bijna klaar, tenminste ik moet klaar komen, right? Ik weet niet eens wanneer het einde is van deze dienst. Ik denk ergens 11:30, ergens hier. 12 uur. Hebreeën 11, zonder geloof leven in ons zou het onmogelijk zijn om God te behagen. Want we komen tot geloof, dat is de Passion Translation. We komen tot God in geloof, wetende dat hij bestaat, dat hij het geloof beloont. Wie degene die hem met passie en kracht hem zelfs geven om hem te zoeken. Er staat, in de Griek staat er, die adinatos is machteloos. We zijn machteloos om God te behagen. Dit gaat niet om het dat hij ons niet lief heeft of zo, maar het gaat even nou om de effectiviteit van ons gebed. Het gaat nou om de effectiviteit van ons geloof. Jouw geloof is substance. Vorig jaar sprak ik over communion. Weet je nog, avondmaal, wat voor mij morgenmaal is, maar avondmaal, weet je wel, communion. Hoe heet het, dat zeg je zo, hè? Avondmaal. Maar het is niet alleen maar de avond, ik doe alles morgens. Maar het is een communion, Lord's Supper, dat soort dingen. Het is intimiteit met God. En de maaltijd is zo belangrijk, omdat het namelijk substantie is. Wat is substantie? Substance. Wat is het nou? Substance. Ja, substantie is niet zo'n mooi woord. Maar het is substance. Weet je, geloof is de substance. Het is de activering van het eeuwige, van het geestelijke. Het is heel erg belangrijk, geloof. Right? En mijn vraag is aan jullie en aan mij. Hebben wij geloof en kunnen wij ons geloof activeren om de dingen te zien in ons leven? Kunnen wij ons geloof activeren om veranderingen te zien in ons leven, veranderingen te zien in onze kerk, veranderingen te zien in onze samenleving in Amersfoort? Hebben we geloof om een machtige opwekking te zien in ons land? Amen. Waarom kan niet beginnen met jullie kerk hier? Amen. Waarom kan Rafael niet één keer zeggen, oh wow, the fire of God en duizenden komen tot geloof, wow. Waarom kunnen jullie dat niet? Waarom niet? Why not? Wij gaan ervoor. Waarom gaan jullie er ook niet voor? Het is geen tijd om stil te zitten. Lekker achteruit in de stoel. Dan kun je dood, als je dood bent, dan ga je slapen. Dan kun je slapen. Dan heb je genoeg tijd om te slapen. Dat is je body trouwens, niet je spirit. Je spirit is alive.
Oké, dus Robert, weet je, ik heb gehoord van de gemeente in Bloemfontein, in Zuid-Afrika. In Bloemfontein, die kerk is nu gegroeid tot 40.000 man. En in die stad wonen maar 400.000 man. Dus ze hebben 10% van de stad hebben ze in hun kerk, right? En die voorganger, er was een bordje in die voorganger, in een bordje in zijn kantoor stond er, geef ons 10% van deze stad. Nu heeft hij het bordje veranderd. Geef ons 20% van deze stad. En ze gaan nu naar 80.000 toe. Wat kunnen wij doen? Richard, Jannie, wat heb je in je ding staan? Wat ga je dan stellen? Mogen wij 5%, 2%, 10% van Amersfoort? Hoe groot is Amersfoort? 150.000? Dus 15.000 is 10%. Ach, 15.000 is niet zoveel, toch? Dat kan toch? Goed begin, toch? Hey, kom op jongens. Laten we onze visie vergroten. Laten we onze visie vergroten. Ik weet niet waar het uitkomt, maar ga ergens voor. Als je nergens voor gaat, dan krijg je ook helemaal niks. Weet je? Je moet ergens voor gaan op een gegeven moment. En er is zoveel kracht in het gebed om dit soort dingen te gaan activeren. En daarom wilde ik praten vanmorgen over het kracht van gebed. Kracht van de relatie met God. Want Hij is onze kracht. Amen? Hij is onze kracht. En als u zich zwak voelt, als u zich uitgelaten voelt, ga dan naar degene die nooit zwak is. Als u moe bent, ga naar degene die nooit moe is. Ons leven met Hem. Jesaja 40 in de Passion Translation is er net uitgekomen trouwens, maar ik heb hem gewoon even vertaald. Weet je dat niet in Nederlands? Heb je het niet gehoord? Yahweh is de eeuwige God, de schepper van alles wat je kunt zien en voorstellen. Hij raakt nooit moe of mat. Zijn intelligentie is onbeperkt. Hij is nooit verbaasd over wat hij moet doen. Kijk, jij bent soms verbaasd wat jij moet doen. Hij is nooit verbaasd over wat hij of jij moet doen. Right? Moet kijken, vers 29, moet kijken hoe mooi dat is. Hij machtigt de zwakken. Laat even allemaal samen zeggen, zo mooi. Hij machtigt de zwakken en bezorgt de machtelozen met toenemende kracht. Kom op, hij geeft ons toenemende kracht. Zelfs jongeren vallen flauw, raken uitgeput, atletische mensen kunnen struikelen en vallen. Maar degenen die wachten op de genade van God, zullen goddelijke kracht ervaren. Ze zullen opstijgen met vleugels en vliegen als adelaars, hun race rennen zonder moe te worden en door het leven te lopen zonder op te geven. Het is tijd dat wij gaan vliegen in de geest. Amen? We gaan vliegen in de geest. Soar like eagles. Kom op. De kracht van de geest. De genade van God komt in jouw leven. Als jij je openstelt aan God. Hey God, ik heb u wel nodig. En dingen gaan gebeuren in je leven. Het is zo mooi, de dingen die gaan gebeuren. We hebben zoveel dingen zien we in ons leven, in onze kerk, in ons leven. Zoveel genezingen, zoveel allemaal dingen die er allemaal gaan gebeuren. Als we God een beetje ruimte geven. Heel belangrijk. Zij die wachten op de Heer. Weet je, dat staat in de Jesaja 40. Staat wachten op de Heer. Hè? In Engels, those who wait upon the Lord. They will renew their strength, right? Maar de waiting is heel belangrijk. Want de waiting, dat woord, is niet het wachten op een bus of zo. Of wachten op een trein. We wachten op God. Dat is niet het idee. Waiting in Hebreeuws is een circular movement. Het is een twisting movement om God heen. Dus eigenlijk wat hij zegt, als jij jouw leven zo om God heen bouwt, zoals klim op om zo'n boom gaat, dan wordt hij jouw sterkte. Dus als jij zo om hem heen staat, waar je ook heen gaat in je leven, hij is met jou. Hoe stom je ook dingen doet, hoe goed je ook dingen doet, hij is steeds bij je, want hij gaat nooit weg, want je hebt je armen om hem heen. Maar hij is wel jouw sterkte in de tussentijd. En dan gaat hij is zo groot. Hij is zo mooi. En hij gaat dan dingen doen in jouw leven die je nooit zelf kunt doen. Ik hoop dat je dit beeld vast kunt houden. Om de boom. Je armen om de boom. Ah, so lovely. Kom op. We wachten op God. Klim op. Om die boom heen. Je relatie met God. Nummer 1. Je
Je relatie met God. Nummer 1. Laten we even samen zeggen. Mijn relatie met God is nummer 1. Jouw relatie, heel belangrijk. Laatste vers. En dan kan de band komen. Oh, de band kan al komen als je wil. Een beetje harder, straks. Maar misschien mag dat helemaal niet. Sorry, Richard. Misschien mag dat wel, maar niet. Lekker erin zo, weet je wel. Weet je, ik heb niet eens dit on top heb ik niet eens. En daarachter allemaal. Ik zit niet, ik heb lekker vrijheid. Anyway, sorry. Oké, dus even, David in de Bijbel. Mooie relatie, David met God, right? Moet kijken wat hij zegt, David. Hij is een beetje een prototype zelfs van de christen. Want de relatie met God die hij heeft is way before everybody else. It's amazing. Listen, ik doe Engels en Nederlands. Listen, Yahweh, to my passionate prayer. Can't you hear my groaning? Don't you hear how I'm crying out to you, my King and my God? Die song gaan we zingen, denk ik. My King and my God. You're the King of my heart. Okay, at the end? Is goed? Yeah? Okay. My King and my heart. Consider every word I'm calling out to you. At each and every sunrise, you will hear my voice. Dat betekent elke morgen. And I prepare my sacrifice of prayer to you. Look at this. Every morning, I lay out the pieces of my life on the altar and wait for your fire to fall upon my heart. Nou, dan moeten we gewoon vertalen even in het Nederlands. Ik heb het geprobeerd, oké? Okay? Luister hier naar mijn hartstochtelijk gebed. Hoort u mijn smeken niet? Hoort u niet hoe ik tot u roep? Mijn God en mijn koning en mijn God. Luister naar mijn hulpgeroep, want ik roep u toe. Ik bid tot u. Bij elke zonsopkomst hoort u mijn naam, terwijl ik mijn offer van gebed voor u voorbereid. Elke ochtend leg ik de stukjes van mijn leven op het altaar en wacht tot uw vuur op mijn hart valt. Mooi, hè? Uw vuur op mijn hart valt. Heer, elke morgen, zoals ik zei tegen jullie, ik heb nu 3 jaar nou, sinds ik in Israël ben geweest, de laatste paar jaar, maar vooral 3 jaar geleden heb God mijn hart getast. En ik ben morgenmaal, avondmaal, morgenmaal, elke morgen gaan doen. En er zijn velen met mij. Veel leiders in de wereld doen het nu. Elke morgen. Elke morgen zeg Jezus, u bent eerst in mijn leven. Ik ga altijd voor de Catherine of voor de hond of voor andere dingen. Ik ga eerst naar de Heer toe. Ik zeg, Heer, I love you so much. En ik zeg, mijn eerste maaltijd is altijd met u. Met niemand anders. En dan ga ik bidden voor de zieke mensen in mijn gemeente. Ik ga bidden voor mijn familie. Ik ga bidden voor onze kerk. Ik ga bidden voor allerlei dingen. Jezus eerst in je leven. Dat zie ik ook hier met David. Eerst. Elke ochtend leg ik de stukjes van mijn leven. De mooie stukjes. De foute stukjes. De pijnlijke stukjes. Wat dan ook. Dat uw vuur hierop valt. Vuur om weg te branden die dingen die niet in mijn leven horen. Die mij alleen maar kapot maken. Maar ook het vuur van genade die mij doet leven. Die mij kracht geven. Vuur van God. De kracht van God. En Vader, ik dank u voor de kracht van God in deze kerk. In deze gemeente. Vader, ik dank u. Wilt u misschien uw handen mee weer opheffen? Om te ontvangen het vuur en de kracht van God. Vuur van God. Komt nu, Heer. Op onze harten. Op de stukjes van ons leven, Heer. We geven het aan u. En we vragen u voor uw vuur om krachtig in ons leven te komen. Op een manier die we nog nooit hebben gehad in ons leven misschien. Nieuw vuur, nieuwe kracht in Jezus' naam. Vuur in Jezus' naam, het vuur van God in de naam van Jezus. Heer, wij zetten u op de eerste plaats in ons leven. Of het nou betekent voor sommigen van ons om elke morgen de Bijbel te lezen, elke morgen avond, ochtendmaal te doen. Wat het ook betekent, Heer. Wij willen u op onze eerste plaats zetten. Mag ik misschien ook zeggen, onze gemeente hier, jullie gemeente. Wij als christenen samen, uw gemeente, Jezus. Dat wij u op onze eerste plaats zetten. U bent Heer van deze fellowship. U bent Heer van deze gemeente. En Vader, dank u, Jezus, dat u uw kerk bouwt. En zelfs de hel kan dit niet stoppen. Want u heeft de kracht, het opstandingskracht,
Zonder u zijn wij machteloos, maar met u zijn wij meer dan overwinnaars. Wij als gemeente zijn meer dan overwinnaars. We danken u voor uw kracht. We danken u voor uw leven. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw genade. We danken u voor alles wat u ons gegeven heeft. En Vader, wij willen trouw worden om het bidden. Trouw worden om aanbidding. Trouw worden om het uitreiken naar andere mensen buiten het buitenland. Buitenlanders in het binnenland. Mensen buiten onze kerk. Mensen waarmee samenwerken, naar school gaan. Wie dan ook. Open onze ogen voor de oogst. Bidden wij in Jezus' naam. En Vader, ik bid dat het vuur in deze gemeente zo krachtig wordt. Dat letterlijk het vuur er buiten komt. Dat het een fenomeen wordt. Dat mensen gaan zeggen, wat er gebeurt er in deze plaats? En dat zoveel mensen, duizenden mensen, gaan stromen naar deze gemeente. Worden toegevoegd aan de gemeente die heilig is. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Nou, ik kan niet zonder, als je misschien even allemaal even jullie ogen dicht, even jullie hoofden gebogen. Ik wil deze kans niet voorbij laten gaan. Als er iemand hier is die zegt, ik heb Jezus nodig. Misschien ben je een christen van naam. Misschien ben je opgegroeid in een andere kerk of zo. En je hebt jaren in de kerk geweest. Maar je hebt geen persoonlijke relatie met hem. Je kent hem eigenlijk niet. Misschien ben je ver weg van God. Misschien heb je God nooit aangenomen. Misschien heb je nooit gezegd, Jezus, kom in mijn hart door de Heilige Geest. Misschien heb je nooit die blijheid gevoeld in jouw leven. Die vuur in jouw leven. Wanneer hij binnenstroomt. Als jij dit bent, kun je alsjeblieft, ik wil graag met je bidden. Kun je alsjeblieft je hand omhoog doen. Dat ik even weet wie je bent. Als je terug wil naar God en je zegt, God, ik wil u in mijn leven accepteren. Voor de eerste keer in mijn leven. Wil je even je hand omhoog, dat ik weet wie je bent. Even omhoog. In Jezus' naam. Dankjewel. Is er iemand anders? De belangrijkste beslissing die je ooit maakt in je leven. Om Jezus aan te nemen. Hij ging naar een kruis voor jouw zonde. Hij nam jouw zonde in de hel met hem mee. Maar op de derde dag stond hij op. Victoriously. Om jouw leven, eeuwig leven te geven. Een schoon leven te geven. Dat je niet meer gebogen hoeft, door het leven heen hoeft. Gebogen over zonden en dingen die je vasthouden, vastpakken. Dat jij los kan zijn. Dat jij vrij kan zijn. In Jezus' naam. Is er iemand anders nog? Jezus, ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Iemand anders? Weet je, ik ga geloven. Ik ga zo bidden in een moment. Dat is heerlijk fijn. Ik ga geloven dat er een tijd komt. En dat we dat gaan verwachten als ons gezin hier. Onze familie. Dat we elke dienst heel veel mensen tot geloof zien komen. Zullen we dat gaan geloven? We gaan het geloven. Maar we gaan eerst even bidden met deze mensen. Kun je misschien mijn gebed herhalen? Jezus, kom in mijn hart. Dank u voor uw vergeving. Dank u dat u in mijn hart komt door de Heilige Geest. Nu ben ik een nieuwe schepping. Ik maak u Heer van mijn leven. Dank u dat ik nieuw eeuwig leven heb. En een relatie met God die nooit verloren gaat. In Jezus' naam. Kom maar even danken voor die mensen die het gezegd hebben. Halleluja. Nou, we moeten hier eindigen, maar ik denk toch dat het vuur van God toch wel belangrijk is. En wat heb je voor song? Hebben die ene van Build My Heart? Build My Life? King of My Heart. Weet je, de koning van het Beautiful, de King of My Heart is bij ons ons themasong geworden dit jaar. We zingen het de hele tijd. Omdat gewoon hij de koning van mijn hart is. Weet je, het is vrij simpel. Jullie hebben echt niet zoveel te doen. Het gaat meer zeggen van, I surrender to you, Jesus. U bent de koning van mijn hart. En weet je, als je dat gaat doen, dan gaan er gewoon dingen gebeuren om je heen. Dus laten we samen gaan staan. En we gaan dat niet zingen. Ik wil graag toch wel bidden voor een paar mensen hier van voren. Want ik wil ook wel het vuur loslaten. I want to release some fire aan mensen hier. God heeft mij daarvoor gezegend, ook Catherine. En misschien andere leiders hier ook. Dat het vuur van God, wat jij krachtig, misschien hier, misschien zelfs gedurende de song. Gedurende het lied. Als je een beetje meer vuur van God wil, kom maar naar voren. En de leiders zullen nu met je bidden. En God zegen jullie.